welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe testvideo. Want we gaan vandaag een super overhypte gezichtsproduct testen. De nieuwe Halo Glow Liquid Filter van e.l.f. En het is een complete dupe van de Charlotte Tilbury Flawless Filter. Die we allemaal kennen en waar we allemaal van houden. Inclusief mezelf. Maar dit is dus een dupe. Deze is heel duur. Deze is heel goedkoop. Ik zie dat e.l.f. de laatste tijd allemaal uitkomt met dupes. Een dupe is een betaalbaar alternatief van een duur merk. En meestal lijken de verpakkingen en de formules dan ook heel veel op elkaar. Terwijl vroeger was e.l.f. niet echt per se een dupe merk. Dat deed eigenlijk vooral Make-up Revolution en een heleboel andere merken. e.l.f. was niet echt van de dupes. Maar de afgelopen tijd zie ik echt dat ze echt uitkomen met een heleboel dupes. En I'm here for it. I love it. Want ja, niet iedereen kan al die dure merken betalen. Af en toe heb ik ook iets van, we zijn dan wel een beetje aan het overdrijven met al die make-up prijzen. Ik bedoel van, het is gewoon make-up. Het is niet iets levensveranderend of zo. En de prijzen gaan steeds meer omhoog en omhoog. Dus ik denk dat vooral in deze tijden steeds meer mensen echt behoefte hebben aan dupes. Dus vandaag gaan we er weer eentje testen. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus we gaan ze ook echt naast elkaar testen en de hele dag oplaten. En dan kunnen we zien of het echt een hele goede dupe is. Want niet alle dupes zijn ook echt goede dupes. Af en toe is het ook gewoon slecht en lijkt letterlijk alleen maar de verpakking op elkaar. Want als de verpakking op elkaar lijkt, denkt men al gelijk dat het ook het exact hetzelfde product gaat zijn. En dat is dan vaak toch niet het geval. Dus wat het belangrijkste is, is dat de formule echt goed is. Dat is veel belangrijker dan de verpakking, of course. Al moet ik zeggen dat ik ook wel echt gewoon hou van een goede, leuke verpakking. Maar goed, dat is dus wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, laten we snel beginnen. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht. Ik heb alleen maar mijn wenkbrauwen gedaan en that's it. Dit is de e.l.f. Cosmetics Halo Glow Liquid Filter. En ik heb hem in de kleur 3 Light Medium. We hebben echt best wel veel kleuren. Ik was best wel in shock. Ik ben dus gewoon gegaan voor de kleur 3 Light Medium. Ik was aan het nadenken of ik voor 3 wilde gaan of voor 4 Medium. Nu achteraf denk ik dat ik misschien beter voor 4 had kunnen gaan. Maar ja, whatever. Het heeft niet heel veel kleur, dus het hoeft niet perfect te zijn. Ik heb hier ook de Charlotte Tilbury Hollywood Filter. En deze heb ik wel in de kleur 4. Deze is geweldig. Deze heb ik ooit gehaald bij Sephora in Spanje. Je kunt hem gewoon online bestellen bij de Bijenkorf. Dus hij is gewoon makkelijk te halen voor ons. Deze is echt geweldig. Het geeft echt een prachtige glow zo onder je make-up. Je kunt het als primer gebruiken, als foundation, als highlighter. Dit is gewoon zo'n multifunctional product die je gewoon voor van alles kunt gebruiken. Er zijn zelfs mensen die het als foundation gebruiken. Ik persoonlijk niet. Ik wil hem gewoon altijd als primer. Want hij heeft wel echt bijna geen dekking. Dat wel. Maar goed, vandaag gaat het dus over deze van e.l.f. Ik wil hem gewoon eerst eventjes openmaken. Cruelty free en vegan. Clean beauty. Oeh, kijk even dit. Echt een hele, hele grote applicator. Het ruikt echt naar helemaal niks. Oké, laten we eventjes de claims bekijken. Het Halo Glow Liquid Filter van e.l.f. Cosmetics geeft je huid instant een perfecte glow. Het enige filter dat je nodig hebt. Deze unieke combinatie van huidverzorging en make-up is verrijkt met huidvriendelijke squalane en hyaluronzuur. Die de algehele look van de huid verbeteren. En ook nog eens voor een moeiteloze soft focus glans zorgen. De illuminerende formule is de perfecte tan booster waarmee je je eigen glow kunt creëren. Alleen onder of boven make-up. Gemengd met foundation te gebruiken voor een frisse douwachtige finish of als highlighter voor de uitstekende delen van je gezicht. Verkrijgbaar in 8 universele tinten die elke huid ten mooier maken. Dus hij wordt letterlijk gepromoot als deze van Charlotte. Gewoon, je kunt er gewoon van alles mee doen als primer, foundation. Je kunt het ook mixen zoals er staat. Gewoon echt van alles. En het is dus ook een combinatie van huidverzorging en make-up. En het is geschikt voor elke huidtype. Ik persoonlijk heb een normale te droge huid. Oké, nou ik ga hem gewoon gebruiken als hoe ik ook gewoon altijd deed met deze van Charlotte. Ik breng het gewoon echt aan onder mijn make-up en dan ga ik me daarna gewoon opmaken. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ga ze ook allebei aanbrengen. Op de helft van mijn gezicht doe ik deze. En op de andere helft deze. En dan kunnen we echt het verschil gelijk zien. En of ze echt op elkaar lijken. En hoe ze de hele dag door gaan dragen. Deze is geweldig. Dat weet ik al. Oké, jongens. Laten we beginnen. Zal ik ze even naast elkaar swatchen? Ik ga ze even swatchen op mijn hand. Gewoon naast elkaar. Ja, het is wel een te lichte kleur. Ik had beter kleur 4 kunnen doen. Medium. Maar oké. Oké, de formules lijken niet echt op elkaar zo geswatcht. Zoals je kunt zien. Deze is van Charlotte. En deze is van e.l.f. Deze is meer waterig en iets meer oranje. Terwijl deze is iets meer glowy en lijkt iets meer op mijn huidskleur. Dus dat is al wel een groot verschil. Maar ja, dat het een groot verschil is als swatch, houdt niet per se in dat het ook een heel groot verschil gaat zijn als je het aanbrengt. Oké, laten we beginnen. Ik heb jullie een klein beetje ingezoomd, want dan kunnen we mijn gezicht beter zien. Dit is dus gewoon de before. Mijn gezicht is best wel mat, omdat ik dus echt een normale te droge huid heb. Ik ga dus eerst beginnen met deze van e.l.f. Ik ben echt zo benieuwd. Ik weet ook niet hoeveel ik moet aanbrengen. Ik breng gewoon evenveel aan ongeveer als dat ik normaal zou doen met die andere. En dan blend ik het uit met een kwast.
Ja, de kleur is wel echt een beetje te licht voor mij. Maar ja, omdat ik het dus onder mijn make-up gebruik, maakt dat niet per se uit. En zoals ik al zei, het heeft niet heel veel pigment. En dat zie ik nou ook gelijk. Oké, ik zie wel echt gelijk een verschil met deze van Charlotte. Er is wel echt minder glans. Er is wel ongeveer evenveel dekking, dat wel. Zien we echt heel veel verschil. Ik zie wel zeker meer glow. Hier is nou meer glow dan hier. Maar het is niet echt wowie of dat ik echt denk van ja, dit maakt nou echt heel veel verschil ofzo. Ik ga iets meer aanbrengen. Ik wil toch echt meer glow hebben. Ja jongens, ik zie zeker wel veel meer glow. Ik vind het wel mooi. Het is heel subtiel. Terwijl hier is het nog helemaal droog mat. Zien we dit verschil jongens? Vooral als ik zo close-up kijk, zie ik echt wel een echte glans. Oké, laten we dan nou deze aan de andere kant aanbrengen. Ik moet ook wel zeggen dat ik echt absoluut niet verwacht dat deze precies even goed gaat zijn als deze andere. Want het prijsverschil is ook gewoon heel groot. Je betaalt hier ook gewoon echt iets meer voor. Omdat het ook waarschijnlijk beter is. En ik moet zeggen dat ik dat nou ook al wel een beetje zie. Deze heeft echt zo'n mooie glow from within. Zie je dat? Terwijl hier is het iets meer liquid highlighter glitterachtig, zeg maar. Dus je ziet al wel gelijk verschil. Tenminste, ik zie echt verschil. Ik ga een beetje naar achteren. Oké, dit zijn dan nu beide kanten. Hier is Charlotte. Waarom is mijn lens heel te irritant aan het doen? Dit zijn dan nou beide kanten. Dit is de kant van Charlotte Tilbury. En dit is de kant van Elf. Wat vinden we ervan jongens? Ik vind het op zich wel goed uitzien. Allebei de kanten heel mooi glowy. Ik denk dat vooral als je het gebruikt als hoe ik het doe, zo onder make-up, je niet echt heel veel verschil gaat zien. We zijn weer uitgezoomd. Nou kunnen jullie het weer zien van een afstandje. Ik vind het wel allemaal mooi jongens. Heel mooi glowy. Mijn gezicht ziet er echt super mooi glowy uit. Dat vind ik wel echt mooi. Nou, ik denk dat het gewoon een tijd is om mijn make-up te gaan aanbrengen. En dan kunnen we echt goed kijken wat we ervan vinden. Ik ga ook gewoon een beetje voor een meer een naturel make-up look, zeg maar. Tenminste, een naturel voor mij. Dat is niet altijd per se naturel voor jullie. Maar ik ga in ieder geval nu niet in met echt een volledig dekkende matte foundation, zeg maar. We houden het allemaal een beetje licht tot medium dekking. En een beetje dewy. Daar ben ik weer. Mijn hele make-up look is af. Jongens, deze wimpers. Ik weet niet hoe vaak ik het nog kan herhalen. Deze Naked Lashes van Ardell in de stijl 421. Zo mooi. Oh my gosh. Ik zal ook een linkje zetten beneden in de beschrijving. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb duur met goedkoop gemixt. Ik heb deze Water Lipsteen van Clarins in de kleur 03 Red Water. En daar overheen ben ik gegaan met deze Juicy Balm Lip Gloss van Essence in de kleur 01 Proud Pitaya. Deze is gewoon doorzichtig. Dit is super mooi. Als je een glossy rode lip wilt dragen zonder dat die helemaal gaat afgeven overal, is dit de perfecte manier. Want de lipsteen droogt helemaal droog op, want het is een lipsteen, dus een kleurafdruk. Dus die droogt helemaal mat en droog op. En dan ga ik er overheen met een clear lipgloss. En de gloss is het deel dat gaat afgeven, maar die heeft dus geen kleur. Dus dan valt het niet op. Dus dat is een trucje voor jullie. Maar goed, het gaat om het gezicht. Dit is nou hoe het eruit ziet. Dit is dus de elf kant, de meer betaalbare kant. En dit is de kant van Charlotte Tilbury. Als ik zo kijk, zie ik echt geen verschil. Er is geen persoon op deze grote aarde die nu kan zien aan welke kant Elf zit en aan welke kant Charlotte zit. En ook ik zie niet heel veel verschil. Dus ja, voor nu denk ik, ja echt, I love it. Voor nu, voor slechts 15 euro stuk goed kopen dan deze, is het wel echt waard. Ik zie ook nog steeds zo'n glow door mijn make-up heen, ondanks dat ik toch wel wat make-up op heb. Maar ik vind er echt bij allebei de kanten heel mooi uitzien. Ik ben gewoon heel benieuwd of de Elf kant ook de hele dag goed blijft zitten, net als de meer dure kant. Dus dat gaat nu eigenlijk de echte test zijn. Want
Want voor nu raad ik hem zeker aan. Ik vind hem echt gewoon mooi en hij voelt ook gewoon goed aan. En mijn make-up bracht er ook gewoon goed op aan. Maar ja, we gaan het zien. Het is nu 10:15. Dus ik ga ook echt de make-up de hele dag oplaten. Ik heb vandaag van alles wat ik moet doen. Ik moet mijn nagels laten doen. Ik moet wat pakketjes halen. Ik moet boodschappen doen, et cetera. Dus ik heb lekker veel te doen vandaag. Dus ik ga jullie gewoon vandaag meenemen. En dan gaan we kijken hoe het allemaal blijft zitten. Ik wil jullie ook eventjes de make-up laten zien in normaal daglicht. Het is nu ongeveer 40 minuutjes later. En dit is hoe mijn gezicht eruit ziet. Deze kant is Charlotte Tilbury. En deze kant is Elf. Ik zie persoonlijk nog echt helemaal geen verschil. Ik vind allebei de kanten er echt wel gewoon goed uitzien. Het is mooi glowy, maar niet too much, zeg maar. Het ziet er gewoon voor nu nog wel gewoon goed uit. Oké, even een snelle check-up in de auto. Het is nu 3:15, dus een aantal uur verder. Hier is de kant van Elf Cosmetics en hier is de kant van Charlotte Tilbury. Ik moet zeggen, de Elf kant is wat matter dan de kant van Charlotte, als jullie het kunnen zien. Hier is het echt iets meer glanzend, bijna zelfs ietsje vettiger dan zeg maar aan deze kant. Dus hier is de glans nog beter aan het volhouden dan bij Elf. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar ik moet zeggen, ik denk dat ik deze iets meer matte kant zelfs nou mooier vind op dit moment. Dus ja, we gaan kijken hoe het er straks uitziet. Oké, mensen, het is nu 7:00 s'avonds en dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Dit is dus de kant van Elf Cosmetics en dit is de kant van Charlotte. Allebei nog echt wel heel glowy, maar allebei wel gewoon mooi. Als je het gebruikt, als hoe ik het gebruik, zo onder make-up, is deze van Elf Cosmetics echt geweldig. En je ziet echt helemaal niet heel veel verschil. Echter heb je wel iets meer nodig, dat wel, maar het is wel heel mooi. Maar als je dit product op zichzelf gaat gebruiken, dan vind ik het weer niet zo mooi. Want het is iets te veel glitter en iets te veel liquid highlighter achter. Dus dan zou ik gewoon de deur aanraden. Maar voor iedereen die hem als mij gebruikt, gewoon onder make-up, is hij echt ideaal. En ik zou hem ook echt zeker vaker gebruiken. Kijk hoe mooi het gewoon is. I like it. Dus hij is zeker goedgekeurd. I love it. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!